Hallo, ik ben de Messer en welkom terug bij Half-Life 2. De vorige keer arme, arme vader Grigori. Hij is dood, ik weet, we hoorden hem nog lachen, dus sommigen van jullie zullen wel vast wel zeggen van hij is niet dood. Maar volgens mij is hij dat wel. Of hij komt misschien later in het spel nog terug. Ik weet het niet, maar we gaan verder. En waarschijnlijk zien we geen zombies meer. Helaas. Waarschijnlijk gaan we nu weer tegen... Oh! Oh, er is nog één. Mooi. Als we nou nog tegen zombies gaan vechten, vind ik dat leuk. Ik geloof het of niet, maar ik vind zombies toch wel de leukste vijanden. Ik heb het niet zo op die echte army mannetjes. Is hier nog iets langs? Nee. Ik weet niet. Oh, er ligt wel een zombie. Een soort... Wat is dit? Zit er een... Ik krijg nou de... Oké, er zit een soort sniper hier in, denk ik. Nou, ik neem aan dat ik daar ook moet voor uitkijken. Hé, wat ben jij? Een mannetje. Hallo? Zit jij ook op mij? Ik ga wel op hem schieten. Kan ik een granaat in gooien? Oh ja, zeker. Wat is dit? Poef! Oké. Leuk. Wat is dit? Poef! Kijk nou. We zijn gewoon gesniped. Ik vind het altijd zo leuk om tegen die zombies te vechten. Ik weet niet, ik vind dat echt wat hebben zombies. Oeh! Oké. Voorzichtig dus. Kan ik hier... Oh! Hij ziet me hier ook. Oeh, oeh. Oké. Manoeuvreren. Buk! Oh god. Hieronder. Als het kan. We hebben de granaat in de hand. Hallo? Zo'n headcrab. Oké. Oh shit. Ah. Oh. Leuk. Je ziet nog wat? Oh ja, dat ding staat open. Oh. Er zat niks achter me nu. Nee, een zombie bijvoorbeeld. Nee. Een granaatje. En dan zit hier lekker ammo in. Je hebt ook lang... Oh, granaten. Je hebt ook lang niet meer gezien trouwens. Echt van die doosjes. Ik denk dat ik nog maar een granaat in mijn hand hou, want ik weet het eigenlijk helemaal niet zeker of wat er gaat gebeuren. Hoewel, ik zie niet meer van die ledges waar we op kunnen staan, dus misschien mijn... mijn... Ja, het is mijn revolver. Kijk dan hoe weinig er in mijn 9mm zit. Maar één kogel. Nou ja. Wat gebeurt daar? Ja, ga je naar mij gooien, joh? Wegwees jij. Oh god. Wat hebben die voor wapens, joh? Blauwe gloeten. Gloed. Er gaan geen zombies opstaan hier. Nee. Oh, kijk eens aan. Hoe heet dat ding? Ik ken hem van Gmod. Oeh, kijk eens. Zo, hier zag ik ook een trapje. Kan ik erop? Ja, waarom zou ik dat niet kunnen? Oké, dan hebben we hier een beetje uitkijk. Hallo. Waarom lekt hier? Oh. Oké, nou daar ben ik weer. Er kwam even een mannetje. Die ligt hier nu dood. Terwijl ik bezig was. Dus, nou toe maar. We gaan weer gerust verder. Wat waar? Waar komt het vandaan? Oh, daar. Dan kan ik even... Hij is dood? Doe eens dood. Alright.
Kom ik hier in? Vast wel, zometeen, maar. Even omlopen. Juist. Oh, ik kan niet meer rennen. Oh, zoveel explosive bells hier. Wat wel waar. Kom even naar. Overal perels. Ik ga ook eens met het ding schieten. Oh, de pulse rifle, sorry. Er zijn alleen niet onze standaard politieagenten die wij vroeger in de eerste paar afleveringen zagen. Oh, ah. Nu kan ik de rechterklik doen. Oh, schiet allemaal op mij. Oh, nee, op rebellen. Of wat zijn het, rebellen? Citizens. Hallo. Oh. Winston's been hit. Patch him up and get him to the back as soon as he's stable. Gordon Freeman. It's incredible you made it. We've been getting communications from Alex. I'll see if I can reach her again. I'm weak. Follow me. Ik kom dan. Zie je dat muziekje? Sorry, ik had net even een slokje gedaan. Hoe het heeft dan een cupsoepje. We're all clear. And I've got Gordon Freeman. Jazeker. Dr. Freeman, you're kidding. I've been on the line with Alex. Her father's been captured. Oh. Over here, Dr. Freeman. Eli, toch? Eli Vance is indispensable to the liberation. Leuk beest. Oeh, maar je zijn wel... Alex, it's Leon. And I've got Gordon Freeman with me. Gordon, you made it to Freeman. Thank God. I need your help. Ja, maar even nou. Gordon. You wanted to take the coast road? You won't last 5 minutes on foot. It's spawning season for the antlions. That's why I called you, Leon. I was hoping you still had the scout car we left with you last summer. The one my dad rigged with the Tau cannon. Yeah, good idea. Hold on a sec. Norco, bring the buggy out. Put it on the dock right now. Gordon Freeman will be driving it. Will do. Oh. I just finished mounting an ammo crate on the back. Good timing. Okay, Alex, we're all set. Nova Prospect. Okay, Doc. Before you hit the road, you might want to grab some med kits, restock on ammo, maybe check the map, see where you're headed. There's an ammo supply crate on the back of the car, if that's any comfort. Stay with the car, make use of the thumpers. You'll stand a fair chance against the antlions. I'll radio ahead to let the next base know you're coming. Antlions? Shorepoint to NLO. Shorepoint to New Little Odessa. Come in, Odessa. Do you read? Nou, Come in Odessa, do you read? And Lions. Ik heb hier ik heb vitaminewater. En ik heb cupsoepje. Sperroeven. Sorry, ik dacht even dat ik recording was. Oh, hallo. Hop in and I'll lower you down to the beach. Waar schiet hij op? Oh. Ah, zijn dat de antlions? Hey, hoi, wie jij dan? Dat zijn vieze beesten zeg, maar ik moet hierin zitten. Hier is ammo crate, zei ze. Ah, leuk, doe hem dicht. Er is ook een geweer op. Die ik nog niet kan gebruiken. Space, handrem, shift, turbo. Oh! Hehehe! Oh, ze gooien me erin. Ik ga vast gas geven, denk ik. Oh god. Laat me vallen.
Ik heb een hijskraan nu. Laat me vallen hoor. Hold on. Oh! Ja maar, Weg. Stomme beesten. Ik vind er nu al niks aan. Ja, maar mijn buggy. Ja, maar... Get that car up, right? Get the hell out of here. Ja, maar... Get that car up? Oh, wacht. Juist. Oh, weg hier. Dat kan schieten. Een soort elektrische straal. Hey. Nou, ik rij wel gewoon weg. Ik weet niet waar ik naartoe ga, maar... Waar moet ik naartoe? Ik snap het niet. Hier naartoe. Nee, niet hier naartoe. Au. Dan, de boven. Turbo! Oh, stop maar met die turbo. Au. Ja, daar moet ik zien te komen. Dus dan doe ik even wat turbo. Yahoo! Leuk, een buggy. Buggy. Nee, boom. Hier naar boven. Even hoor. Lijkt een beetje. Ik ben zo terug. Ja, daar ben ik weer. Denk ik. Ja, daar ben ik weer. Oh, ik snap even niet waarom die zoveel leeft. Ik druk naar achter, maar... Ja, ik weet niet. Hij lekt. Ik snap niet waarom. Maar dat betekent dat ik een punt aan ga zetten. Tenminste, punt voor mezelf nu. Ik ga mijn laptop laten afkoelen. Ik weet niet waarom die lekt. Ik heb echt op zich recht. Geen idee, maar dan ga ik even laten afkoelen. En dan ga ik weer verder. Voor jullie zien is het gewoon even dat je het meteen weer achter elkaar ziet. Maar voor mij is het een hele hoop werk. Dag. Oké, daar ben ik weer. Ik... Ik wou zeggen, ik heb door wat ik fout deed, maar... Ja, oh nee, ja. Kijk, hij doet het nu. Ik heb door wat ik fout deed. Ik heb zojuist een geheime locatie gevonden. Ik was bezig met een compilatie aan het maken. Een tijdje terug. En al die video's stonden nog op. Dus dat is een hele hoop MB die dan nog blijft zitten, als het ware. Dus dat is waarschijnlijk het probleem geweest. Nu. Ja, weet jullie dat ook? Hier mogen wij maar 30 rijden. Waar gaan jullie doen? Kijk, maar als het dan zo gaat, dan weet ik dus niet of het nou daaraan lag. Want kijk, als ik nou zo doe, zie, gaat het ook helemaal niet soepel. Ik denk dat ik nog een soort virusscan ga doen of zo. En dat we dan later terugkomen. Ja, dat ga ik doen. Zo, hallo. Daar ben ik weer. Ongeveer een... wat is het? Een paar uur later... ben ik er weer. En we gaan eens kijken. Nou, het licht weer. Dat doen we denk ik aan Ravenholm toen we eruit gingen. Toen zijn we ook licht. Ja, het is even wat. Ik weet niet waarom mijn laptop zo raar deed. Misschien zelfs nog doet. Want dat, misschien doet hij weer even goed lopen. En dan zegt hij van... Hey, de mester, doe het eens even lekker zelf. Oh, stop! Nou! Oh! Stop! Oh god. Die handbrake was net iets te laat. Jemig.
Nou. Met turbo ga je ook zo snel. Nou, daarom heet ook turbo. Deze auto gaat sowieso zo snel. Oeh. Oeh, ze komen uit de grond. Oh, hier. Oh, ik wil niks met die beesten te maken hebben. Kijk nou. Toch komen ze achter me aan. Dus ze durven hier naartoe te komen of zo. Alsof ze bang zijn. Misschien voor dit ding. Nu heb ik hem uitgezet. Dan durven ze te komen. Dan als ik het er aanzet. Zie, dan gaan ze weg. Oké, interessant. Vinden ze dus eng. Interessant. Aanhouden dat ding dus. Maar daar is een huis, daar ga ik even in. Deur is op slot. Oeh. Oh! Echt beest. Zo. Maar we kunnen wel door het creepy plekje. Ja. Wegwezen, beest. Ik kan ze dus gewoon wegslaan. Grappig. Ja. Ah, hoepel op, beest. Ze kunnen vliegen. Maar ik doe ze nou niet echt heel veel pijn hiermee. Ik moest ze echt zo uitschakelen. Zo. Nou, prima wat mij betreft. Even. Oké. Okay. Hallo? Oh! Poison head crap. Ik had gehoopt dat ik die niet meer zou zien. Dat was denk ik rotbeesten. Oh. En er valt een lijk naar beneden. Dat vind ik eigenlijk ook helemaal niks. En ik hoor het geluid van een zombie. En daar liep een poison head crap. Oké. Okay. Ik hoor iets raars ademhalen. Of ademhalen, wat is het? Geen doos meer. Tonnetje maar. In de ton. Oké, ik ben erboven. Zit me niks uit daar. Ook dat dramatische poem erbij. Oh ja, fijn. Had het op zich wel kunnen weten natuurlijk, hè. Dat er zo'n baas erbij zou zitten. Hier. Oeh, daar krijg ik een headcap van hem. Oké, okay, beest is dood. Kan ik nou niet zeggen voor die headcap die hij net op de laatst gooide. Oké. Okay. Hier krijg je al een heel rug open. Ja, deur. Die werkt ook heel goed. Juist. Maar nu, daar naartoe zeker. Verder in de auto. Prima.
Hij probeert wel steeds dichtbij te komen. Ze proberen steeds dichtbij te komen. Dat is dood. Oh, die was ook nog niet dood. Leuk dat dat ding ze afschrikt. Leuk, leuk feature. Oeh, dat heeft mij ook zeer. Wat gewoon eigenlijk zo moeten doen. We hebben twee. Oeh, god. Ik denk dat ik hier, als ik hier overheen rijd, dat er allemaal van die beesten komen. Dus ik ruim maar snel door, denk ik. Zie je, de komen ze al. Oeh, maar ik wil hier eigenlijk wel even checken. Moet ik wel met die beesten even. Oeh, oh. Oh, 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 zoveel. Au. Oh, ja, oh. Ze blijven komen. Dat is dood. Waar is dat? Ik hoop het. Ik hoop dat hier ook wat zit. Dat hier niet voor niks... Ja, ik ben er wel voor niets naartoe gegaan. Zo. Dan rijden we verder. Oh, ja. Nee hoor. Blok beest. Oh, beesten. Echt. Hoi. Oh. Turbo. Oeh. Duidelijk. Naar dat ding toe. Schrik ze af. De handrem. Is dat dan? Ook dat er een speciale bij zat. Die. Ik ben wel dood eigenlijk. Nou, prettig. Dat hoorde ik dus. Even wat cover. Aangeweg. Rennen, rennen, rennen. In het huis, in het huis, in het huis, in het huis, in het huis. Oeh, god. Kom binnen, jongen. Oh. Ren, 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 ren. Ga weg, man. Dit geweer helpt niet zo heel veel op ze. Even alles herladen, want je weet me nooit. Oh, dat was wel herladen, mooi. Oh, een gat. Ja, fijn. Oh, niet erin vallen. Oeh. Maar even omlopen dan maar. Weet je nou wel een leuk schommel? Een mandje. Ja, juist, dat is leuk. Hallo? Wat kunnen we kijken? Oh, kijk nou! Hey, staat G-Man daarboven! Op dat huis! Er staat een mannetje hierboven. Verder bekijken hoor. Oh ja, hij schopt zo dat ding eraf. Leuk, een soort rebellenkampie. Ik heb een mannetje erboven, dat doet ook goed zijn werk. Nu loopt G-Man weg, zo te zien. Oké. G-Man. Ik dacht dat hier zo'n momentje zou zijn van dat je gaat schrikken, maar dat vind ik nog best mee. Maar dan moet ik dus daar naartoe. Prima. Die beesten zitten hier nog steeds, maar ik helemaal auto zit ook onder de smurrie van die beesten. Hup, ho. Ja, ho. Boes, joh. Ik zit vast. Ik zit vast.
Kom, weg hier. Weg hier. Juist. Gewoon lekker door het water. Oh, dat gaat niet. Oh jee. Ik moet hem eruit halen. Oh, ja. Verder, verder. Kom. Oké, oké. Ja, 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 ja. Mooi, 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 mooi. Daar is weer zo'n ding. Snel aan toe. De, ho, de handrem. Nog op deze zijn dit, joh. Oh, nee, ja. Zo'n auto, die kennen we nog wel. Op eens op. Oh. Kom hier, dat ding. Dag, meneer. Niet. Oh. Dan doe ik toch hetzelfde. Dag hoor. Ik zie hem helemaal niet meer. Hij is gewoon. Of is hij. Ja, hij is hier naar beneden vallen. Een boot. Lekker schommelen. Oh. Ja, nu komen ze hier naartoe. Oh, heel veel. Herladen, herladen, herladen. En rennen, rennen. Oeh, oeh. Wegwezen. Zo'n auto. Die schoot al die raketten toen op ons. Ze hebben een beetje close look. We kunnen niet in. Dat is wel jammer. Kijk, hier schoten ze dan op ons. Dit is een beest. Nou, we rijden maar gewoon verder. Oh jee, ik deed al gelijk op boost drukken. Oeh, oeh. Die boten zullen dan niks te vinden hebben, net als net. Daar zo weet ik naartoe. Ga ik daar ook op? Kan ik daar niet op zo? Nee. Even verder zoeken. Juist daar kunnen we naartoe. Die kunnen we erop. Zo'n thumper. Hallo? Gordon Freeman. Hurry, get in the basement. We're expecting gunships at any moment. Gunships. We're glad to see you made it. Wie? Kunnen we nog wat? Wie? Weer iemand die we opnieuw gaan ontmoeten. Leuk. Nu al zin in. Hallo. Hey! For taking down a gunship. Ah, hello. Right with you. Now, hello. Ja, maar ik ben Gordon Freeman. Using the laser guide, you can steer your rocket past the gunship's defenses and prevent it from shooting down your rocket. This will only anger it at first, but if you can survive long enough to make several direct hits, you'll be rewarded with a prize worthy of any mantelpiece. Now, who's going to be the lucky one to carry it into combat? Ah, yes, Gordon Freeman. Couldn't have asked for a finer volunteer. Leuk, leuke Britse accent. Ik en Sander, als je de G-Mod serie volgt, dan weet je dat ik en Sander altijd zit gekkigheid zitten doen met deze vent. leuk. Nou. Colonel Odessa Cubbage at your service. Oh. Oké, dan ga ik hier naar boven. Daar. Ja, weg met die gunship. Juist. Is het kapot nu? Volgens mij wel. Nee, niet. Maar ik heb geen raketten meer. Oh. Waar ben je dan? Hier. Yeah. Oh jee. Even terug in het huis. Kijken of ik nog wat rockets kan vinden.
Medkit, dankjewel. Ammo. Ah. Ja, hier, ja, 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 ja. Ja, daar gaat hij. Oh! Waar geen Cubaans durft te komen. Ik heb muziek gehoord op de achtergrond. Dit ding haal ik even uit mijn hand, stak doe ik mezelf nog mee. Maar hier is van een G-Man. Toch? Hup, wat van de rand. Ik ga even terug. Hey. Hallo? Get going, Dr. Freeman. We know Eli Vance is depending on you. Even terug naar die vent. Someone open the gate for you immediately, so that you can drive on. I understand that Dr. Vance is in great need. Anyway. With extreme caution when approaching the bridge. Radio silence from that outpost leads me to believe it has come under Combine control. Still, you're clearly the right man for the job. You'll make it through if anyone can. Farewell. And please tell Dr. Vance that Colonel Cubbage regrets not having been able to rescue him in person. Prima. Hey. What a gun, the Freeman must now hurry on. The Eli Vance is held in distress most dire. Okay. Is there a reason for delay? No. Geen reden voor delay. Oh. Hello? Get your car, Doc. He won't get far on foot. Good luck with Nova Prospect, Dr. Freeman. Dank u wel. Raketten. Even hier alles checken hoor. Hup. Oh, vol. Kan ik niet veel meenemen, zeg. Geen kastje. Niks in de kast. Oh, dankjewel. Ineens komt u voor nog wel naar me toe. Leuk. Dankjewel, hé. U bent lief. Ik vind die beestjes lief. Ik heb hem lief. Dankjewel. We have survived worse across the ages. Leuk. Even hierin kijken. Maar 11 kitjes. Zullen we de deur wijd open? Ja! Ja, ik vind het. Zo. Ja, het lijkt me goed als ik er nu een punt achter zet. Want het is mooi geweest. Hier ligt nog iemand dood volgens mij. Oh. Arme man. Hier was toch zo'n toren, ja. O jee. Stond die man daar niet op? Ja, vast wel. Arme vent. Hier wel. Ik zie al even wat spulletjes. Ik heb daar geen emmer hoor. Stoel. Of op de daad lopen. Maar Zwarte Piet. Nee, ik ben Sinterklaas. Want Zwarte Piet is zo tegenwoordig racistisch. Ik snap helemaal niet waarom. Ja. Ik ga naar die voordeur toe en dan gaan we afsluiten. Lijkt me leuk. Bij hem. Hallo. We have lost all dear to us. Ja, goed. Beste mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op Zemmens, Duimens, My Mens en Just Zemmens als je nog niet geabonneerd was. Dan zie ik jullie dolgraag de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Doei, heb ik nog te zeggen. Dat is. Dag hoor.